Hallo, serpentjes. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een video die geen gameplay video is. En ook niet echt een update video. Het is een beetje zo'n video waar ik gewoon praat over iets. Als je dat niet leuk vindt, het kruisje zit hier zo rechtsboven. Hier beneden zit de dislike. En wat super cool is, als je dit op je mobiel kijkt. Dit is mijn mobieltje. Kijk, er zit maar een knopje hier aan de zijkant. Waar nu mijn duim zit. Als je die ingedrukt houdt. Super nice. Kun je gewoon je mobiel uitzetten. Wow, fucking awesome. Voor de mensen die het wel leuk vinden, hallo en gegroet. Deze video wordt een klein beetje emotioneel. Tranen over je gezicht. En om die sfeer goed te zetten, hebben we natuurlijk wel een muziekje nodig. Ah, kijk. Nu komt mijn boodschap meteen veel beter over. Vooral als ik na iedere zin zo'n hap lucht neem. Het zit zo. Ik krijg eigenlijk altijd al sinds ik op YouTube ben, maar de laatste tijd steeds meer reacties van zowel mijn kijkers als van YouTube-collega's van: wauw Rick, wat ben jij een ongeïnspireerde, kutluie YouTuber, want je edit je video's niet. Ten eerste, dat is een soort van een punt. Ik edit inderdaad mijn video's niet. Het is niet dat ik uren aan het editen ben en het gewoon lijkt alsof ik het niet heb gedaan. Ze hebben gelijk, ik edit mijn video's niet. Een van de redenen daarvoor is dat Mijn computer doet er ongeveer 2 uur over om een video van 10 minuten te renderen. Dat als dan een seconde op het einde overblijft, dan denk ik, nou, ik ga niet mijn computer 2 uur lang laten nadenken om die ene seconde weg te halen. Dat is gewoon common sense, denk ik. Of omdat ik geen perfectionist ben. En wat heel veel mensen niet begrijpen, is dat ik soort van anders ben dan de meeste gamers. Ik wil niet zeggen dat ik hoger sta of zij staan hoger. Dit is niet een kijk mij eens goed zijn video. Daar heb ik er zat van. Ik ben namelijk een Let's Player en de meeste grotere YouTubers die jullie kennen zijn gamers. Een Let's Player is ook een gamer. Het is een beetje zoals een duim is wel een vinger, maar niet elke vinger is een duim. Het verschil tussen een gamer en een Let's Player is dat ik ben een Let's Player en het is Let's Play een spel. Ik zeg hey allemaal, ik ben Rick en vandaag spelen wij The Last of Us. Dus dan kom ik de eerste aflevering in het startscherm van The Last of Us. Ik druk op start, ik maak een accountje aan, ik speel het spel. Aan het einde van de video zeg ik, hey doei, tot de volgende aflevering. Volgende aflevering komt, ik ben weer op het punt waar ik gebleven was. Bla 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 bla. 50 afleveringen later ben ik bij het eindscherm. Zeg ik, leuk dat jullie er waren bij The Last of Us. Het was zo leuk, doei. En sommige mensen denken dan van, Rick, waarom knip je daar niet in? Nou, kijkers, mijn Let's Plays zijn eigenlijk een soort emotioneel dagboek. Sommige mensen willen juist zien hoe ik The Last of Us heb ervaren. Mensen die zelf ook The Last of Us hebben gespeeld, willen graag zien hoe ik die game speel. En als het is van, nou, dit is een moeilijk stukje, knip. Oh, hier is een puzzel, knip. Dan gaat juist, je maakt de hele game kapot. Ik speel de game van A naar B, maar door te knippen ga je van A naar B, naar C, naar D, naar D. Je kan best knippen in video's waar je bijvoorbeeld gewoon een Minecraft speelt, of een Rust, of een game waar niet ook maar iets van een verhaallijn in of lineariteit in zit. Maar voor Let's Plays, de games die ik meestal speel, gaat het gewoon niet. Ik vind dat als ik daarin ga knippen, dat ik echt de magie van de game kapot maak. Tuurlijk, als ik echt al 30 minuten met hetzelfde stukje bezig ben en maar telkens doodgaan, dan kun je best een paar keer dat je doodgaat eruit knippen. Dat is logisch, maar je snapt wat ik bedoel. Dat is in ieder geval het ding. Heel veel mensen denken dat ik exact hetzelfde doe als andere YouTubers, maar gewoon te lui ben om te knippen. Maar bijna geen enkele YouTuber die groter is dan ik in abonnees, die spelen nog een game uit. Meestal is het gewoon, oh, ik doe 10 afleveringen en dan kap ik er weer mee. Nou wil ik niet zeggen dat ik de meester ben van games uitspelen, maar ten eerste doe ik heel veel oldschool. En ten tweede, ik probeer uiteindelijk alles uit te spelen. En ja, dat heeft ook nadelen. Ik merk gewoon, de eerste aflevering van een serie, boom, heel veel kijkers. En dan de tweede al minder, en derde minder, vierde minder, vijfde minder. En op een gegeven moment, aan het einde van de serie, ben je al je kijkers kwijt. Maar dat is een beetje het nadeel van Let's Play. Ik kan ook wel flashy video's maken en de hele dag alleen maar challenges uploaden. Maar uiteindelijk ben ik toch Serpent Gameplay. De jongen die zijn dagboek deelt. Ik ben de Anne Frank van de gaming. Ja, dat is een goede titel om jezelf te geven. Volgens mij ben ik momenteel zelfs de grootste in het Let's Playen. Wow! Voorheen deden andere YouTubers ook Let's Play, maar de game meneer in principe ook dat. Gewoon game starten tot het einde. Hij doet het voor mij nog steeds wel, maar minder. Misschien is Spooky 1611 nog een Let's Player, dat durf ik niet te zeggen. Voor mij doet Link Tiger ook redelijk Let's Playen. Die is dan weer aan het groeien, maar je snapt het idee. Er is een verschil tussen iemand die zo bam 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 zijn video knipt, waardoor het wordt grapje, leuk verhaal, leuk gebeurtenis. En ik speel gewoon de hele game en soms weet je dan even niet wat je moet zeggen. En dan is het even een minuutje niet grappig, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik kan niet die minuten zomaar uitknippen, omdat het niet grappig is. Want dan is het opeens, maar waarom ben je een minuut verder in de game?
Dus voor de mensen die dat zich afvroegen, dat is er aan de hand. En misschien vind je mijn video's daarom niet leuk. En dat mag. Je mag mijn video's zo kut vinden als je zelf wil. Dat is echt prachtig aan het leven. Maar dat is hoe ik ze maak en dat is hoe ik ze zal blijven maken. Verandering kan goed zijn, alleen niet als ik er zelf geen zin in heb. Hey! Ik vind het leuk om mijn video's zo te doen. Als iemand zou aanbieden gratis mijn video's te monteren en te knippen, dat ze wel grappig worden. Ik zou het niet doen. Ik wil gewoon graag mijn video dagboek van een game online gooien. En het zou leuk zijn, een dikke bonus als mensen er naar kijken. Maar als er niemand naar kijkt, doe ik het ook wel. Want ik vind het hartstikke leuk om te doen. Hey jongens, leuk jullie gesproken te hebben. Deze jongen gaat even Monsters & Co. Schrik Island spelen. Hahaha, dat is wel echt waar. Dat is wat ik ga doen momenteel. Verder ga ik weer wat Rick's Revolutie opnemen. Verder ga ik heel veel zin hebben in Fallout 4 en Uncharted 4. Want dat zijn de echte let's plays die binnenkort gaan starten. Misschien God of War 1. Weet niet. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Nu begrijp je misschien iets meer. Mijn dramatische leven. Wauw, kan ik gekke gezichten trekken. Nou, dat in ieder geval. Dus dan weet je dat. Tuurlijk, ik kan wel eens in een video knippen, een update videootje of zo. Daar kan ik best af en toe in knippen. Ik weet hoe editen werkt. Ik heb edit software op mijn computer. Over het algemeen doe ik gewoon lekker een opname aanknallen, lullen en weer dichtgooien. En ik moet ook zeggen, het is moeilijker hoor. Als jij veel in je video knipt en je bloopert een keer, dan kun je het er gewoon uitknippen. Ik kan dat niet. Ik moet proberen toch die 15 minuten zo vermakelijk mogelijk te maken. En voor mijn gevoel lukt dat redelijk. Voor mij lukt het maar redelijk. Om zonder één keer te knippen best een continu lang brok vermakelijkheid te doen. Soms lukt het niet, dan ben je heel druk bezig met de game en dan werkt je hoofd niet helemaal mee. Maar dat was hem in ieder geval. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Mijn hoofd doet niet heel veel interessante dingen. Je kan ook gewoon lekker naar andere dingen kijken terwijl je naar mij luistert. Google Ends Boston. En kijk mijn video's tegelijkertijd. Het is een aanrader. Ik doe het zelf ook altijd. Dankjewel voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als het kan. Dus, dankjewel voor het kijken. In ieder geval, dikke groetjes aan je moeder thuis. Later. Doei!